kinderen en gezond eten. Dat is vaak een lastige combinatie, hè? Lijstaal uit Hengelo, moeder van drie meiden, weet het uit eigen ervaring. Met een al eerder bedacht spel en een onlangs uitgekomen boek wil ze bereiken dat kinderen koken en eten niet langer zien als een verplicht nummer, maar ook als gewoon als een leuke bezigheid. En ze is bij ons. Welkom, Lij. Ja, dankjewel. Je hebt meegenomen Luc Brugink. Hij is illustrator en hij heeft illustraties in het boek gemaakt. Je hebt hem ook bij je, geloof ik, daar. Ja, zeker. Omhoog houden, een beetje zo. We hebben in een hoek een camera. Ja. Daar zo. Daar, ja. Muis, hond en konijn gaan naar Italië. Dat is hem. Overigens, Lij en Luc, jullie zitten hier zo aan tafel. Dat klinkt bijna als een soort van de vaste artiestennaam. Maar dat is het niet, geloof ik. Hè? Dat is een gelegenheidsding. Ja, dit... Ja, het is eigenlijk de eerste keer dat we zoiets zitten. Zoals ons eerste project samen. Ja. Hopelijk nog niet de laatste. Nee, daar komen we zo wel over verder te spreken. Over hoe dat zo is gegaan. Hoe jullie elkaar hebben leren kennen. Lij, ik begin even bij jou. Want je bent nu de schrijver, bedenker van het boek. Zelf drie kinderen, drie meiden. Ja, klopt. Komt het daar vandaan? Zijn het allemaal lastige eters? Of? Ja, best wel. Vaak merk dat je een beetje moeite voor moet doen. En dat het dan wel goed gaat. En zo is het dus ook ontstaan, het kookspel. Dat is een eerder product van jouw hand. Ja, die is eind vorig jaar uitgekomen. Iets omhoog houden en dan kunnen we hem beter zien. Ja, het kookspel. Dat is eigenlijk een combinatie tussen een kletspot en... Mag ik hem eens hebben? Ja, zeker. Ja, een kletspot, maar dan ga je ook koken. En eigenlijk maak je een reis rond de wereld. In je eigen keuken, met je kinderen... En ga je koken uit verschillende landen. Er zitten vragenkaartjes bij om tijdens het eten met elkaar te kletsen. Er zitten opdrachtenkaartjes bij om een beetje een spelelement toe te voegen aan het koken. Even, ik heb hem even van je overgenomen, opengemaakt. Er zitten twee dobbelstenen in deze glazen pot en heel veel kaartjes. Ik heb er gewoon een kaartje uitgepakt en er staan dan vragen op. Bijvoorbeeld voor kinderen, tieners en volwassenen. En bij kinderen staat er bijvoorbeeld als je een winkel zou hebben, wat zou je dan verkopen? Hoe werkt het dan, dit spelletje? Ja, dit is eigenlijk een beetje het kletspot-idee voor tijdens het eten. Ja. En als je de blauwe kaartjes pakt, dat is eigenlijk het kookgedeelte. Oké. Ik pak ze een blauwe erbij. Dus je hebt ook gewoon kaartjes om een leuk gesprek te hebben? Ja. Een blauwe, raden jullie het land? Hint 1, dit land ligt in Afrika. Julian, deze is voor jou. Hint 2, een stoofpotje maken ze hier in een tahine. Dat en het is Marokko. Gebruikelijk om met hun handen te eten. Dat is Marokko, toch? Ja, dat klopt. Nou, je kijkt toch eens. Ja. Heel goed. Ik ga je niet nog moeilijker maken. Nou, maar... moeilijk. Nee, nou ja, ze eigenlijk... onderschat me. Je scant dan de QR-code en dan kom je op onze website. En daar land je eigenlijk in het land. En daar staan allemaal recepten op, weetjes over het land, spelelementen voor kleine kindjes, voor oudere kindjes. Nou, en dan kan je koken met elkaar. Maar als je zeg maar zo'n spelletje en je maakt het koken wat leuker, dat is één. Maar het eten is dan nog twee, toch? Ja, zeker. Maar vaak als je kindje mee mag helpen, dan ziet hij de ingrediënten. Dan kan je al proeven. Nou ja, vaak helpt dat om ook... Ja, om beter te eten. Hoe zijn jullie zelf eigenlijk, Luc? Ben jij een lastige eter of niet? Ja, vooral vroeger vond ik niet heel veel dingen lekker. Nou, met de jaren mee werd het eigenlijk steeds beter. Dus ik steeds meer, nog steeds niet alles. Maar toen kreeg ik ineens een relatie met iemand die voeding studeert in Wageningen. En die vindt het allemaal hartstikke interessant. Dus die probeert nieuwe dingen. Dus ja... Dan moet ik er maar aan geloven. En ja, dan begin ik echt wel... Ik zie nu ook echt iets voor, dat jij met het zweet... Gewoon wat dopertjes loopt echt te bunkeren. Maar ja, ik kan ook niet achterblijven. Wat gaat er echt niet in bij jou? Sushi. Ik vind sushi echt... wat toevallig haar lievelingseten is. Maar dat krijg ik er niet doorheen. Dat is vrij lastig. Ja, gelukkig hebben ze de sushi tent ook altijd van die gefrituurde... van het gefrituurde spul dat niet naar vis smaakt. Ja. Dat is ook mijn go-to altijd. Lij, zelf ook, hoe zit het met jou en eten? Nou, eigenlijk eet ik alles. Ik lus alles, ik eet alles. Ja. Moeten leren of sowieso altijd al? Nee, ik denk dat het altijd wel goed zat. Ja. Dus het is echt vanuit je kinderen gekomen wat dat betreft? Van, er moet een oplossing komen. Ja, zeker. Maar ook een beetje tijdens corona verveelden we ons. En toen is dit ontstaan. Toen zijn we thuis gaan koken in plaats van uit eten gaan. En steeds meer een beetje een spelelement toegevoegd. En toen kwam uiteindelijk het kookspel nadat vrienden zeiden... Ja, hoe doe je dat? En het ziet er zo leuk uit. Want ik postte dan op onze Instagram-account foto's.
Ja, en toen... Dit heet ook gewoon het kookspel, zeg ja, maar. Ja, het heet het kookspel. Ja. En het ligt in grappig, ja, heel veel winkels in Twente, boekhandels. Maar is dat iets, heb jij vaker in je leven gehad dat je dacht van... nou, ik zie een probleem, ik maak gewoon, ik bedenk wat. Gewoon zoiets creatiefs als dit? Of was ja, maar vaak was dat dan gewoon binnen huis. Ja. Maar nu dacht ik, ik ga andere gezinnen helpen, inspireren... om ook samen met je kind te gaan koken. Een vervolg op dit is dan het boek dat jullie samen hebben gemaakt. Muis, hoe heet die? Muis, hond, konijn. Muis, hond en konijn. Muis, hond en konijn. Ga naar Italië. Van Leijstaal en Luc Brugink. Dit boekje? Ja. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Ja, ik wilde dus graag een boek schrijven. En ik vond het heel erg leuk om mijn dochters daar... bij te betrekken. En hoe leuk is het dat je moeder een boek heeft geschreven... en ook nog eens over jou. Dit zijn de geboorteknuffels van mijn kinderen. Een muis, een hond en een konijn. En Italië is ons favoriete land. Dus toen was eigenlijk al heel snel duidelijk wat ze gingen doen. En in het boek gaan ze naar Italië. Daar ontdekken ze wat ze daar eten. Ze gaan koken met elkaar en er gebeurt wat... Een probleem die moet opgelost worden. Dus het is niet alleen een kookboek, maar het is ook echt een verhaal. En een verhaal die gaat over vriendschap, over samenwerking en natuurlijk over eten. Ja, ja. Ja, precies. Ik zie hier, ze moeten iets kopen bij een Italiaan achter een kraam. En ze moeten dan 5 ingrediënten hebben ze op een lijstje. Een stuk kaas, 4 tomaten, spaghetti, kruiden en 1 brood. En zo op die manier werkt het dan ook toe naar een soort van recept eigenlijk. Ja. Een kookboek. Ja, het is grappig. De ingrediënten die je nodig hebt. Vervolgens, wat heb je nodig om te kunnen koken? Daarna, wat heb je nodig om je tafel te dekken? En vervolgens, wat heb je nodig om af te wassen? En elke keer gebeurt er dan ook weer iets... om het voor kinderen ook leuk te houden. Ja, er zit ook een soort van spaghetti monster in, zie ik. Ja, de mummy. Ja, geweldig. En Luc, deze tekeningen zijn van jou. Want het is even gewoon doorheen scrollen. Het is prachtig. Ah, bedankt. Ja, heel mooi. Simplistisch, maar 3D een beetje. Ja, ja, het is. Ik wilde dat. Vond ik zelf er wat unieker aan. Door inderdaad wat simpelere tekeningen te doen. Die leukste voor kinderen. Maar wel schaduwen toe te voegen. Waar het toch allemaal net iets dichter bij je komt. Mm-hmm. En hoe komt het, hoe kom jij er zo bij? Want Leidy was al bezig aan een spelletje. En dacht, ik maak een boek. En... Ja, hoe dat zat is. Eigenlijk is al mijn hele leven tekenen echt een grote hobby voor mij. Toen ik 14 was, ben ik een beetje begonnen met echt cartoons tekenen. Deed ik dan van die flauwe grapjes in. Dat plaatste ik dan op Instagram. Nou, daar uiteindelijk meer dan 200 tekeningen van gemaakt. Op Instagram gezet. Uiteindelijk, met mijn school en zo. Werd allemaal net iets te druk. Dus meer gestopt. Maar ineens zei een maat van mij. Die zag de oproep van Lai. Van dat ze een illustrator zocht van kinderboek. En die vroeg aan mij van, ja, Luc, is dat niet iets voor jou? Ik dacht van, nou, een boek illustreren. Daarvoor zou ik wel willen tekenen. Letterlijk en figuurlijk. Dus ik heb haar gecontacteerd en ik heb mijn portfolio laten zien. Dus de tekening die ik toen de tijd heb gemaakt. Een beetje overlegd. En uiteindelijk was ze hartstikke tevreden. En is zo de samenwerking ontstaan. Was dit ook wat jij zocht? Eigenlijk dat je zijn tekeningen zag en dat je dacht... nou, nu heb ik te pakken wat ik eigenlijk ook in mijn hoofd had? Ja, zeker. Want bij mij speelde het eigenlijk al een paar maanden. Want voor mij, ja, de diertjes waren er al en ik had ze in mijn hoofd. En ja, Luc is gaan tekenen en toen dacht ik, ja... Dit is wat ik wil. Is dit ook wat de kinderen uiteindelijk willen? Want het boek is even uit nu. Ik weet niet hoe jouw eigen kinderen kennen het waarschijnlijk. Hoe zijn de reacties? Ja, super enthousiast. Wij hebben van de week een feestje gegeven. Een boeklanceringsfeestje. En de boeken vlogen over de toonbank. Iedereen was erg enthousiast. Dus het spreekt kinderen heel erg aan. En ook omdat het natuurlijk dieren zijn. Kinderen en dieren, dat zit vaak wel goed. Ja. En door de tekeningen, het is gewoon alsof ze tot leven zijn gekomen. En dat merk ik ook bij mijn eigen kinderen. Die vinden dit zo leuk. Maar bestond zoiets als dit al? Weet ik eigenlijk niet. Nee, niet dat ik weet. Ja. Wat grappig. En ja, ik bedoel, uiteindelijk is het een beetje een uit de hand gelopen hobbyproject? Of, Ja, inmiddels is het mijn werk. Ja, toch wel. Ja, ja. Want jullie kunnen ook gewoon van die boekeninkomsten, daar haal je wel wat uit wat dat betreft. Ja, nog niet, maar dat hopen we natuurlijk wel. Maar het is jouw werk, dan ook ben je ook met nieuwe dingen alweer bezig eventueel. Ja, ik heb afgelopen weekend het boek 2 voor de helft al geschreven. Dus nu wachten op Luc of die ook kan gaan tekenen.
Maar is dat de bedoeling? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, het feestje was afgelopen. Ik was al aan het bijkomen van het feestje. Ik kreeg gewoon een appje van haar van... ja, ik ben al bezig met deel 2. Ik dacht van... die vaart zit er lekker in. Ja, ja. Ja, het is nog wel even kijken van wanneer en zo. Want ja, ik heb momenteel wel vrij druk. Ja, en dit kost denk ik wel zo wat tijd, of niet? Om dit goed... Zeker, zeker. Want ik ben ook wel vrij perfectionistisch van mezelf. Dus echt, gewoon de meest kleine foutjes die niemand zo opvallen, die wil ik graag uithalen. Ik wil dat het er allemaal perfect uitziet. Ja. Maar ja, ik heb er wel heel veel plezier aan. Eigenlijk geen seconde er aan verveeld of vervelend gevonden om eraan te werken. Dus ik hoop echt dat deel 2 ook realistisch gaat worden. Toch ging even naar die reacties. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Ook gewoon ouders en dingen. Wat horen jullie terug van hoe zij het ervaren? Of ze het boekje al gebruikt hebben? En wat dat doet? Of hun kinderen in één keer gaan koken? Zou ook heel handig zijn, hè? Als je kinderen in één keer meehelpt met koken. Dat scheelt een hele hoop werk. Ja, ik hoor vooral reacties. Superleuk dat er ook recepten in zitten. Dat je dus daarna hetzelfde recept kan gaan koken met je kinderen. Als de diertjes hebben gedaan. Dat motiveert natuurlijk heel erg. Maar ja, ik hoor vooral de tekeningen superleuk. De tekst. Vooral heel erg leuk dat er dus een soort probleem moet opgelost worden. Ja, je neemt ze mee in die uitdaging eigenlijk. Ja, dus het is ook een beetje spannend. Wat gaat er gebeuren? En uiteindelijk komt het natuurlijk goed. En dat willen we allemaal natuurlijk. Gelukkig wel. En zeker in een kinderboek is dat altijd wel prettig. Ja, anders dan zitten ze straks met tranen in de ogen en hebben ze geen ui gesneden. Maar is het gewoon dat. Leij en Luc, dank dat jullie er waren. Ik geloof dat er nog een Instagram pagina benoemd moet worden even. Ja, dat zou leuk zijn. Ja, wij zijn ook actief op Instagram. Sowieso het kookspel ben ik vooral heel actief op. Maar we hebben nu samen ook een Instagram account. En dat is Muis... hond, konijn. En dan met een puntje in het midden. En daar plaatsen we ook recepten, speciaal voor kinderen. Luc gaat tekenen, leuke stripjes maken. Kijk, dus Muis, hond, konijn op Instagram, zo heet het, hè? Ja. Dit boek is sinds een week verkrijgbaar. Heel veel boekhandels in heel Nederland. En ook op een website, geloof ik, hè? Hetkookspel.nl. Ja, zeker. Ja. Leij Staal en Luc Brugging. Dank jullie wel. Ik geef jullie... het kookspel en het boek weer terug, alsjeblieft. Ja. Leuk om te zien. En succes eventueel met een vervolg. We gaan het volgen. Dankjewel. Ja, dankjewel.